Hey, leuk dat je kijkt naar onze nieuwe video. We zijn vandaag in Etten-Leur. Dat klopt, dat was mijn test. Oh, hey, leuk dat je kijkt naar onze nieuwe video. We zijn vandaag in Etten-Leur voor de PPMO-test. Wat houdt het? Wat doe je nou? Hey, piep, piep. Hey, leuk dat je kijkt naar onze nieuwe video. We zijn vandaag in Etten-Leur en dan gaan we de PPMO-test doen. Wat betekent dat, Rick? Nou, we gaan vandaag de PPMO-test in beeld brengen. Dat is de periodiek preventief medisch onderzoek. En die moeten alle brandweermensen eens in de zoveel tijd afleggen. Dus we nemen jullie mee vandaag. Voordat we aan de PPMO beginnen, doen we eerst even medische keuring onder leiding van Laura. Die gaat nu even mijn bloeddruk meten. Kom hier. Doorheen halen. Belangrijk dat je zo goed mogelijk ontspannen gaat zitten. Ik trek je tot de grond en tijdens de meting mag je eventjes niet praten. Ja. 5, 3. Goed. 15. Ja, hier begint PPMO. Hier beginnen we ook met het aankleden van ons uitdrukpak. En daarna stappen we in onze wagen. Deze is nu gestimuleerd door dit rek. Dan gaan we onze aandacht aantrekken. Helm op, masker op. En dan begint heel de test. Dit is onderdeel 2 van de PPMO-test. Twee slangen uitrollen, strekken. Ladder opzetten en het oefenen opzetten van de ladder. En dat moet ook volgens de procedure, dus wordt ook getest op je vaardigheid. Het opzetten, de telgang, de wijze van knopen en natuurlijk het opvoeren van enkele spullen, zoals een straalpijp en een verzwaarde tas. Hier simuleren we dat we een deur moeten inrammen, eventueel bij een brandend pand. En dat doen we natuurlijk met de deurram, oftewel de bonkie. Dat gaan we even laten zien. Oh, wat? Huh? Onderdeel 6 van de PPMO-test is deze slang gevuld met water. Die moeten we helemaal uitstrekken tot aan 30 meter. Hiernaast mij ligt onderdeel nummer 7, het slachtoffer. Dan gaan we over de grond, over een balkje, naar de andere kant slepen en weer terug. Nou, we zijn nu bij onderdeel 8, de evenwichtbalk. Nou, dan moet je natuurlijk in evenwicht blijven. En dat doen we met het bluspak aan en aan met op. Hier simuleren we dat we een straal moeten opvoeren, bijvoorbeeld op een trap. Daarna komen we op onderdeel 10. Dit is het obstakel, in dit geval een hekje. En daar gaan we overheen stappen, want springen mag niet. Kom maar. Oké, ja. Twee keer onder een tunnel door en ook de achterwaarts terug. We zijn hier aangekomen bij onderdeel 12. Hier simuleren we dat we een gat stoten in het plafond. Yes? Nou, we hebben nu de vaardigheidsbaan afgerond en we zijn aangekomen bij het laatste onderdeel, de stairmaster. Hier heb je even de tijd om uitleg te krijgen van de sportinstructeur wat precies de bedoeling is. Wat je ook krijgt, dat is geen kogelvrij vest, maar dat is een gewichtsvest met extra pockets. En daarmee simuleren we dat je eigenlijk uitrusting of slangen bij hebt die een brandend gebouw in moet brengen naar boven. Daarna ga je de stairmaster op en dan moet je 2 minuten 100 treden volbrengen. En als je die gehaald hebt, dan is het klaar. Dat is het? Nou, Richard gaat nu heel de test lopen. Richard, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, ik ga de tijd bijhouden, net vooral voor veiligheid, maar het mag wel vlot, maar niet van veilig. Klaar voor? Komt ie.
zijn nu aangekomen op het laatste onderdeel, de Stairmaster. Daarmee gaan we simuleren dat Richard zo meteen een trap gaat beklimmen onder verzwarende omstandigheden. Hij heeft inmiddels een loodvest aan en een hartslagband. Kunnen we in de gaten houden of het allemaal wel goed gaat. Ik ga het vandaag niet alleen begeleiden, we hebben natuurlijk ook Laura bij ons. Ja, hallo, ik ben Laura. Ik werk bij Active Living en ik zorg vandaag voor de veiligheid van Richard. Dus ik ga zo meteen achter de Stairmaster staan om hem te begeleiden en te zorgen dat hij niet naar beneden komt. Nou, hartstikke mooi. Richard, ik schat voor jou een snelheid tegen ongeveer 90. Als je dat bij wil stellen, dan doe even een duimpje naar beneden of omhoog. Heb je de test al een keer eerder gedaan? Ja, ik heb 60 keer eerder gedaan. Leg maar even hard voor de... Oké, zorg dat je zo meteen continu tussen de blauwe strepen blijft. Je mag hem vastpakken bij het op- en afstappen en je mag jezelf natuurlijk corrigeren. Maar de bedoeling is dat je met de handen los de test gaat verbrengen. Ja. Ja, klaar voor? Ja. Het is zwaar. Heel boos, hè? Goedemorgen, goed. Ik ben kijk kapot, nu lekker douchen. Bedankt voor het kijken, hopen dat je het leuk vindt. En als je ons wil volgen op Instagram. En natuurlijk vergeet niet te liken en subscriben. En bekijk onze vorige video als je hem nog niet gezien hebt.